Evangeliseren, hoe doe je dat? Vandaag wil ik 3 snelle dingen met je delen over hoe jij iemand over Jezus kan vertellen. Blijf kijken. Hoe vertel je mensen over Jezus? Ik wil je 3 simpele dingen geven die je altijd moet onthouden als jij gaat evangeliseren of als jij iemand over Jezus gaat vertellen. Het is niet moeilijk om iemand over Jezus te vertellen. Het is niet moeilijk om de liefde van God te delen. Maar we moeten gewoon een paar simpele dingen onthouden. Dat legt een sterke basis en dan ga je succes zien in het bereiken van nieuwe mensen met het evangelie van Jezus Christus. Nummer 1, onthoud altijd: het is de goedheid van God die mensen tot bekering leidt. Romeinen 2 vers 4. De goedheid van God leidt mensen tot bekering. Dus het is altijd belangrijk om te onthouden, wanneer je iemand over Jezus vertelt, dat je goed nieuws naar ze brengt. Mensen weten al dat ze zondaars zijn. Mensen weten al dat ze fout zitten. Mensen hebben al het gevoel: ik kan God nooit bereiken. Mensen rennen al weg van God door de schuld en de schaamte die zonde met zich teweeg brengt. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. Nou, ik weet niet of je nog kan onthouden, maar ik zelf wel. Voordat ik Jezus leerde kennen, man, ik was leeg van binnen. Ik voelde me schuldig. Ik schaamde me over de dingen die ik deed en die ik gedaan had. En dat hield me weg van God. Zonde brengt een barrière tussen God en de mens. En wij hebben goed nieuws te verkondigen dat Jezus over die barrière heen is gestapt, ons bereikt heeft en de barrière weg heeft gehaald door aan het kruis te gaan in onze plaats. Dus we moeten altijd onthouden, wij brengen goed nieuws. We vertellen mensen niet hoe slecht ze zijn, wat ze allemaal fout doen. We slaan ze niet over het hoofd met een knuppel of met een Bijbel of wat dan ook. Nee, we vertellen ze: ja, je hebt gezondigd, maar het goede nieuws is dat het geschenk dat God voor jou heeft, de genadegave die God heeft voor jou, is eeuwig leven door Jezus Christus heen. Hij is in jouw plaats gestorven en jij kan zijn geschenk van liefde en vergeving vandaag ontvangen. Niemand kan God bereiken op zijn eigen kracht. Niemand kan opklimmen tot God door zijn goede werken en zijn goede daden. Nee, we hebben allemaal gezondigd en we kunnen allemaal de liefde van God ontvangen door Jezus Christus aan te nemen en te accepteren als onze Heer en onze Redder. Dus we brengen goed nieuws. We brengen geen slecht nieuws, we brengen goed nieuws. Onthoud dat altijd. We komen met een boodschap van liefde. Met een boodschap van vergeving. Met een boodschap van genade, van barmhartigheid en de bewogenheid van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf. God had liefde voor de wereld. God had liefde voor die persoon die jij over Jezus probeert te vertellen. En soms willen we mensen overtuigen dat ze een redder nodig hebben. Maar het is de Heilige Geest die de hart overtuigt. Dus je hoeft de Heilige Geest zijn rol niet te spelen. Jouw rol, onze rol, is het goede nieuws delen met die persoon. Dat is de eerste. Nummer 2, Romeinen 1 vers 16. De kracht van God tot behoud is het evangelie. Dus we moeten altijd onthouden dat het evangelie, het goede nieuws, het woord, is datgene dat het werk doet om de harten te overtuigen van mensen. Weet je, ik zei het net al, we proberen soms die rol te vervullen die de Heilige Geest alleen maar kan doen. Hij beweegt altijd op het woord. Hij bevestigt altijd het woord. Het is het evangelie dat het werk doet. Het is het woord van God dat het zaad is dat op de akkers van die harten geplant wordt, dat vrucht gaat dragen in hun leven. En de Bijbel zegt in Jesaja 55 dat het woord van God nooit leeg terugkeert. Het doet altijd waartoe het gezonde is te doen. De vraag is, delen we het woord? Prediken we het woord? Jezus zei in Marcus hoofdstuk 16, toen hij ons de grote opdracht gaf, hij zei: ga heen in heel de wereld en verkondig het evangelie. Verkondig het, predik het. Soms zeggen we: ja, mijn goede daden doen het werk wel. Of ik probeer iemand het koninkrijk in te discussiëren of te beredeneren. Werkt niet. Dat is altijd van hoofd tot hoofd. Weet je, maar dat
verandert een persoon niet. Het enige wat hun leven kan veranderen is als er een hartstransformatie plaatsvindt, waarin God het hart van steen uit ze haalt en een zacht hart van vlees in ze stopt. En dat kan alleen maar, de Bijbel zegt in Petrus, dat wij wedergeboren zijn door het onvergankelijke zaad van het woord van God. Dus onze taak, als we mensen willen bereiken, is ten eerste goed nieuws verkondigen, ten tweede het evangelie prediken. Wat is dat dus? Het zaad van God planten op de akkers van hun hart, waardoor zij vrucht gaan dragen in bekering en dus wedergeboorte. Dus het evangelie doet het werk, het woord van God doet het werk. We moeten niet van hoofd tot hoofd communiceren, dat werkt toch niet. We moeten van hart tot hart communiceren. Het is een geestelijke strijd en die gaan we met geestelijke wapens gaan we die strijd aan. En onze wapen is het woord, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus als jij dat woord in jouw mond neemt en die bijbelteksten op de akker van hun hart zijn, dan ga je gegarandeerd vrucht zien in jouw leven, want het woord doet altijd waartoe het gezonde is. Nummer 3, Romeinen 10 vers 13, ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Wat moeten we dus onthouden, is dat het niet moeilijk is om mensen tot bekering te zien komen. We moeten het niet moeilijk maken voor mensen. We moeten goed nieuws komen met de liefde van God. Ten tweede moet het evangelie, het woord van God brengen. En ten derde moet het niet moeilijk maken voor mensen. De Bijbel zegt, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Iedereen, ieder persoon die simpelweg de naam van Jezus aanroept en hem Heer en Redder maakt van hun leven, is gered, wordt gered. We willen het zo moeilijk maken, hè? We willen dat zij al precies weten hoe ze christen moeten zijn en al net zo ver zijn in hun wandel met God na 1 seconde als wij zijn in 20 jaar. God is heel geduldig met jou en met mij geweest. Laten we ook een beetje geduld en genade geven aan die mensen die tot geloof komen. Weet je, soms zeggen mensen, ja, maar worden ze wel echt gered? Dat is niet aan jou, dat is aan God. En God zegt, als ze de naam van de Heer Jezus aanroepen, dan zullen ze gered worden. Dus laten we ze daartoe brengen, naar die plek waar zij Jezus aanroepen als Heer en Redder. En laten we de rest aan God toevertrouwen. En natuurlijk ze meenemen naar de kerk en discipelen en al die dingen meer. Maar first things first, dat hart moet open. En dat hart gaat open als we het woord erin zaaien en hun aanmoedigen en zelfs meetrekken, zeg maar, om die naam van Jezus aan te roepen voor zichzelf. Dat gaat al het verschil maken. Dus laten we niet te moeilijk maken voor mensen. Laten we ze leiden naar die plek waar zij die keuze maken om ja tegen Jezus te zeggen. En dan ga je levens veranderd zien worden. Ik denk dat je er klaar voor bent. We hebben nog veel meer video's, nu al, en die eraan komen. Check onze YouTube-kanaal voor meer van dit soort content over evangelisatie, de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het woord van God, geloof, al die dingen meer. En dan word je toegerust om veel vrucht te dragen in dit leven voor de eeuwigheid. God zegen en succes ermee! Bedankt voor het kijken. We bidden dat deze boodschap je heeft bemoedigd en dat deze boodschap ook je geloof heeft opgebouwd. Ja, en wil je nou niks missen? Dan kun je ons volgen op allerlei manieren, ook op social media. De links kun je hieronder vinden. We zouden het natuurlijk helemaal leuk vinden om jullie te ontmoeten in een van onze kerkdiensten. Hieronder vind je de link naar de site van River Amsterdam. Daar kun je je tickets reserveren en zo kunnen we jou en hopelijk misschien je hele familie binnenkort ontmoeten in een van onze diensten. Nou, we kijken ernaar uit. Tot ziens! Tot ziens! Bye.